Wat moet je doen als je het extreem koud hebt bij sporten? Ik weet niet of je het kunt zien, maar ik heb het echt enorm koud. Ik schat dat mijn gezicht redelijk rood is. Mijn vingertoppen paarsig, rood. En ik heb het eigenlijk bijna nooit, maar het is nu echt extreem koud, vind ik. Terwijl het eigenlijk niet eens heel koud is. Het is volgens mij 3 graden onder 0, 4, 3 of 4 graden onder 0. Maar ik heb het al heel hard ijskoud. Hoe komt het? Ik weet niet, soms ben je er gewoon gevoelig voor dan de andere keren. Ik weet niet of je me ook goed kunt verstaan, want je merkt ook een beetje dat ik een hele koude kin heb. Ik ben mijn kin warmer ook vergeten. Dus ja, wat kun je doen? Natuurlijk kun je een aantal dingen doen. Natuurlijk heel veel laagjes kleden is heel belangrijk. Niet alleen bij het schaatsen, maar bij het hardlopen, bij het fietsen. Twee paar handschoenen kun je kiezen. Dus echt dunne zijde handschoentjes onder dikke, gewoon dikke handschoenen. Maar natuurlijk kun je ook gewoon hele goede handschoenen nemen. Of wanten. Wanten helpen heel goed. Maar ziet er natuurlijk een beetje raar uit. Plus je kunt bijvoorbeeld tijdens het fietsen kun je bijna niks. En je hebt van die handschoenen met, zeg maar, tot twee vingers samen zitten in één opening. Ik zal ook even een link onder de video zetten van die handschoenen. En met je broekje kan natuurlijk speciale kniestukken.